Een bekende reden om de arbeidsovereenkomst te ontbinden is vanwege dysfunctioneren. Hiervoor gelden een aantal voorwaarden. En vandaag ga ik in op één van die voorwaarden, namelijk de eis dat de werkgever de werknemer in voldoende mate in de gelegenheid moet hebben gesteld het functioneren te verbeteren, het zogenoemde verbetertraject. Wat wordt daarin van een werkgever verwacht? Volgens de Hoge Raad moet een werknemer een serieuze en reële kans krijgen om het functioneren te verbeteren. Waar het verbetertraject aan moet voldoen en wat daarin van de werkgever kan worden gevraagd, is afhankelijk van alle omstandigheden van het geval. Wel geeft de Hoge Raad een aantal gezichtspunten die hierbij een rol kunnen spelen, zoals de inhoud en het niveau van de functie, de aard en de mate van het dysfunctioneren, de duur van het dienstverband, wat er in het verleden al is gedaan om het functioneren te verbeteren, maar ook omstandigheden als de mate waarin de werknemer openstaat voor kritiek en zich inzet voor verbetering, en de aard en omvang van het bedrijf van de werkgever kunnen relevant zijn. Dan de uitspraak. De werknemster in deze zaak was sinds 2018 werkzaam als leerkracht op een basisschool. In de loop van 2021 vonden gesprekken plaats over haar functioneren. De zelfreflectie van werknemster was te beperkt, collega's konden lastig met haar samenwerken, er waren klachten van ouders en het schortte aan pedagogisch handelen. In de periode van 16 december 2021 tot 25 februari 2022 volgde de werknemster daarom een verbetertraject. Omdat de verbeteringen te gering waren, werd in maart 2022 een tweede verbetertraject gestart. Werknemster meldde zich vervolgens vrij snel daarna ziek, namelijk begin mei 2022. De bedrijfsarts werd ingeschakeld en adviseerde mediation. Tijdens de mediation is besproken dat nog een derde verbetertraject zou worden gestart met een coach. De coach die werd aangesteld zag naar observaties in de klas alleen geen mogelijkheden voor een coachingstraject vanwege een gebrek aan zelfreflectie. Werkgeverster heeft toen besloten het derde verbetertraject niet te starten en om ontbinding van de arbeidsovereenkomst te verzoeken wegens dysfunctioneren. De kantonrechter oordeelt allereerst dat tussen partijen vaststaat dat werknemster onvoldoende functioneert. Wat betreft de mogelijkheid tot verbetering geldt dat de werknemster meerdere keren is aangesproken op haar functioneren. Werkgever heeft werknemster daarna begeleid en laten begeleiden met het doel om haar functioneren te verbeteren. Voor het eerste verbetertraject is een duidelijk en uitgebreid verbeterplan opgesteld. Daarmee heeft werknemster volgens de kantonrechter voldoende handvatten gekregen om aan haar functioneren te werken. Na afloop van dit traject is besloten om een tweede verbetertraject op te starten. Over dit verbetertraject is niet gesteld of gebleken dat werknemster onvoldoende is begeleid. Het niet starten van een derde verbetertraject komt met name door het gebrek aan zelfreflectie van werknemster. Dat werknemster aan haar zelfreflectie moest werken, is in meerdere gespreksverslagen terug te lezen. Ook in het verbeterplan staat dat het ontwikkelen van zelfreflectie de basis is voor het ontwikkelen van de overige punten. Het had voor werknemster dan ook duidelijk moeten zijn dat dit een belangrijk punt van aandacht was, ook voor het opstarten van een verbetertraject. Bovendien heeft zij ook in de eerdere twee verbetertrajecten de gelegenheid gekregen om hieraan te werken, maar dan helaas zonder voldoende resultaat. Het verbetertraject was volgens de kantonrechter voldoende en de arbeidsovereenkomst van werknemster wordt ontbonden. In deze uitspraak bestond het verbetertraject uit twee relatief korte trajecten. Het eerste traject duurde, ervan uitgaan dat de werknemster ook kerstvakantie heeft gehad, ongeveer 2 maanden en het tweede traject net geen 2 maanden. Ondanks het korte traject en het niet inzetten van het laatste verbetertraject oordeelde de kantonrechter dat werknemster voldoende gelegenheid heeft gehad tot verbetering. Het gebrek aan zelfreflectie en de aandacht die daaraan in het verbetertraject is besteed, heeft hierin, zo volgt ook uit de uitspraak, een belangrijke rol gespeeld. De duur van een verbetertraject is dus niet alles bepalend. Het gaat om de combinatie van verschillende omstandigheden, waaronder ook de intensiteit van de geboden hulp en begeleiding en de houding van de werknemer.